Het reizen van vroeger is anders dan het reizen van nu. Boekingsplatformen zijn razend populair en contactloze hotels zijn in opkomst. Als we erop uitgaan voor werk of ontspanning, dan kiezen gasten niet zomaar een hotel. Nee, ze willen iets dat bij ze past. Persoonlijk, comfortabel en duurzaam. Daarbij luisteren gasten vooral naar de mening van anderen. Een beoordeling op een review site bepaalt of het hotel vol zit of niet. Het hotel past zich aan aan de gast in plaats van andersom. Of we nu inchecken, roomservice bestellen, de deur willen openen of de gordijnen willen sluiten, we regelen het met onze telefoon of stem. Die technologie is er niet alleen voor het comfort, veiligheid en gemak van de gast. Ook voor de hoteleigenaar biedt het vele voordelen. Via een datagestuurd gebouwbeheersysteem zijn front office, schoonmaak en FMB met elkaar verbonden en worden operationele processen automatisch gemonitord. Dat zorgt voor een enorme kostenbesparing en ook voor meer efficiëntie, gastbeleving en waardering. Goedemorgen, welkom bij de webinar Smart Hotel. Waar we u gaan meenemen hoe we een slim en veilig en duurzaam hotel kunnen creëren. Mijn naam is Ron van der Beek, Business Development binnen ABB. En in die rol adviseer ik onze klanten en hoteleigenaars of ontwikkelaars. wat techniek kan bijdragen aan een duurzame hotel. waarbij de operationele kosten verlaagd worden. maar ook de gastbeleving nog steeds voorop blijft staan. of misschien wel beter wordt. Deze webinar doen we naar aanleiding van de. eigenlijk een volg op de Independent Hotel Show. ...die geweest is vorige maand in de RAI in Amsterdam. Uh, als vervolg daarop hebben we dus deze webinar. Uh, u kent ABB misschien vanuit de hardware componenten... Hè, ...de stopcontactjes, de dimmers van Bougieke... Uh, ...de grote groepenkasten, de verdelers... Uh, ...maar ook gebouwautomatisering, dat soort dingen. Heel veel hardware componenten. Die hardware componenten die creëren data. En vandaar dat wij op die Independent Hotel Show... ...samen met onze partner Gas Compass, uh, stonden en... Samen met René Stamer. Dus René, stel jezelf even voor. Goedemorgen. Ik ben René van Guest Compass. En zoals Ron zegt, zijn wij eigenlijk de schil om de hardware heen. En we proberen de techniek in de handen van de gast te leggen. En dit hebben jullie, voor degenen die op de Independent Hotel Show zijn geweest, hebben dit ook zelf ervaren, waar je slechts in luttele seconden kon inchecken door de QR-code te scannen. Daarna met je telefoon het hotel kon binnenlopen. En dan ook uh, de bediening kon doen van de ramen, van de gordijnen, van de verlichting. En allemaal in de kleuren en de stijl van het hotel. Want dat is eigenlijk ons doel: om techniek te gebruiken om contact te maken met de gast. En niet zozeer techniek om techniek. Uh, we deden het daar met Zo Hotel Schagen, uh, waar we het helemaal als voorbeeld hadden gebruikt. En achter mij zien jullie een paar plaatjes over hoe de stand eruit zag. We hebben ons kort voorgesteld, maar misschien is het ook leuk om te begrijpen van wie er allemaal vandaag bij ons zit. En er komt nu een, een poll in beeld. En dan kunt u kijken welk segment welk type u ondervalt. Bijvoorbeeld, uh, hotelier, werkt u in een hotel? Of uh, bent u hotelmanager of FB manager? Of adviseur, Ron, wat voor adviseurs hebben we ja, Vanuit de techniek denken wij natuurlijk meteen aan de installatieadviseur, elektrotechnisch of werktuigbouwkundige adviseur. Maar er zijn natuurlijk veel meer adviseurs. Ja, of het concept van het hotel, heel specifiek. Uh, welke beleving wil je bieden? We hebben natuurlijk een installateur, degene die het, uh, die het erin zet, uh, toeleverancier, fabrikant, uh, de groothandel, maar ook softwarepartij voor het PMS voor het hotel. Overige het kan zijn architecten, uh, vastgoed, uh, of ook uh, onderwijs, die, uh, die, zitten er ook, uh, die hebben we ook bij uitgenodigd. Ja, krijgt de pool al, uh, de pool al wat binnen? Uh, we zitten nu op uh, ja, hoteliers, adviseurs, een beetje gelijkwaardig, insulateurs. De verdeling is voor, goed verdeeld. Uh, toeleveranciers zijn we wat meer, 25%. Hoteliers ook 25%. We zien het wisselen. Uh, overige, er zijn toch ook nog wel wat mensen in Aten die overige zitten hebben. Wat je als voorbeeld gaf, al uh, een architect in dus het kan ja. heel breed zijn, inderdaad. Nou, leuk dat we, dat we ook even weten wie we in beeld hebben... of wie je kijkt eigenlijk. Um, voor, eigenlijk voor iedereen kan het interessant zijn. Voor de hotelier kan het interessant zijn van... hé, hey, wat kan techniek bijdragen in mijn hotel? Uh, maar voor de installateur ook natuurlijk, een adviseur... want die kan zijn opdrachtgever weer meenemen... van hé, hey, let erop, deze ontwikkelingen in de techniek zijn er... en die kunnen ook toegepast worden. Uh, we gaan even door naar de volgende polvraag. Dat is een, een vrij directe vraag. Um, er is geen goed of fout, uh, maar het is eigenlijk mooi antwoord geven op het eerste wat in je opkomt. Um, als je hoteleigenaar bent, dan kijk je toch naar je gasten, van wat voor soort gasten heb ik. Heb ik een hotel langs de snelweg met veel zakelijke gasten, Ja, dan heb je een andere insteek voor je, of beleving voor je gasten dan dat je een wellnesshotel uh, op Tessel hebt. Dus de polvraag die start nu. En de vraag is, bij de volgende verbouwing, nieuwbouwplannen, is voor u type hotel het belangrijkste? Een hoge gastwaardering of operationele kosten verlagen. Ja, wat Ron zegt, het is niet goed of fout. Het is afhankelijk van het type hotel uh, wat je hebt. En we gaan nu even kijken naar een inbeller: uh, Edwin van der Meijden, is eigenaar van het Suite Hotel Pinkolfs in uh, Rotterdam. En Edwin, goedemorgen. Wat was het eerste wat uh, bij jou opkwam als ik je dwing te kiezen tussen hogere gastwaardering en operationele kosten? Ja, ik vind dat een duivels dilemma natuurlijk. Dat, uh, ja. uh, wij zijn altijd gericht op hoge gaswaardering. Uh, dat doen we eigenlijk al, al 15 jaar en daar scoren we goed mee. Maar met uh, de nieuwe perspectieven, dus uh, weinig personeel in de markt, uh, hoge kosten, hoge energiekosten, denk ik dat ik ook wel geïnteresseerd ben in de tweede optie. Dat die op dit moment urgenter is dan die uh, hogere gaswaardering. Kan je iets uh, schrijven over de situatie van het hotel? Ben je eigendom, eigenaar van het pand? Of hoe, uh, hoe is de situatie van Ik het Ik ben trinkoff? geen eigenaar van het pand. Het is een Rijksmonument waar wij in zitten. Dat is onderdeel van een, van een bedrijf, een non-profit organisatie. En die verhuurde dat aan ons, maar wij hebben het wel helemaal gemaakt zoals wij dat wilden. Uh, dat, die verbouwing was 15 jaar geleden. Het was een totaal vervallen pand aan de rivier. En uh, we zijn sinds 2010 een duurzaam hotel. We hebben ook dubbel glas in, in het hotel. We, we, we hebben best wel veel gedaan om een duurzaam hotel te creëren. Maar we zijn nu wel toe aan fase 2. En uh, ja, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar innovatie. Uh, dat vinden we belangrijk. En we willen juist in, een, in dat Rijksmonumentale pand uit 1879 ook laten zien dat je met uh, moderne uh, manieren van ondernemen kan werken. Zodat elkaar mooi in balans houdt. Ja. Ja, dat zie je natuurlijk ook vaker, dat er een splitsing is tussen het operationele stuk en het vastgoed. En als je gaat kijken naar een slim hotel, ja, heb je toch met bouw en verbouw te maken. Ja, dat je met verschillende partijen om de tafel uh, moet zitten. Edwin, hartstikke bedankt. En ik hoop dat we de komende half uurtje wat handvaten kunnen geven voor jullie volgende verbouwing uh, die eraan uh, zit te komen. Dat zou mooi zijn, dankjewel. dankjewel. Succes! Bedankt. bedankt. Ron, heb jij uh, uitkomst van de poll? Ja, ik vond het wel heel verrassend dat uh, bijna 75% procent, wel, toch op een hogere gastenwaardering. Uh, Je zou het denken in deze tijd, hè, waar de gasprijs omhoog gaat, uh, er is in het oosten van Europa nog wat aan de hand, uh, we zijn weer opstartend na COVID, dat juist naar die kosten wordt gekeken, hè, ook personeel slecht te krijgen, ja. maar dat men toch uh, naar die gastenwaardering toch hoger waardeert. En ik denk ook, hè, er zijn ook uh, theorieën dat dat termijn langetermijnstrategie is. Je kan niet alleen maar continu op die prijs letten. Maar je moet het wel meenemen, natuurlijk, ja. in je verhaal. En als je kijkt naar die kostenbesparing... of heb je wat voorbeelden voor kostenbesparing? En dan zoomen we later in ook op de gastwaardering. Ja, we kunnen inderdaad wat, wat zien hè, vanuit de techniek. Techniek kan bijdragen aan operationele kosten te verlagen. Maar ook, ja, hoe zet je je personeel in? Je hebt natuurlijk beperkt personeel. Dus dat moet je efficiënt inzetten. Een mooi voorbeeld vind ik verlichting... Uh, verlichting kan je natuurlijk decentraal overal met een schakelaartje schakelen, uh, maar je kan het ook uh, centraal doen. Hier zie je een voorbeeld. Hè, dit was, uh, ik denk ik, 150 jaar geleden in Parijs. Het uh, was natuurlijk een gigantische innovatie dat Parijs in één keer stadsverlichting kreeg en er ging elke avond ging er een mannetje met zijn ladder in die olielamp aan doen. Nou, die techniek. Die is er niet meer, want dat gaat automatisch. Dat mannetje, geen flauw idee wat er op zijn functieomschrijving stond. Olielamp aansteken of straatlantaarn aansteken. Dus ja. Misschien kunnen ze het in de, in de chat zetten, geen flauw idee, want die functie bestaat er niet meer. De techniek heeft hem overgenomen. Uh, dus je zou denken, ja, dat gebeurt niet meer. Maar gebeurt het echt niet meer? Dus je kijkt naar een gebouw. Uh, gebouwen zijn ook, ook nog vaak heel traditioneel ontworpen. Uh, gebouwen van, van 20, 30 jaar geleden zijn vrij traditioneel ontworpen. En daar hebben we ook verlichting die schakelen, die we moeten schakelen. Uh, gangen gebeurt nog wel met bewegingsmelders. toiletten is wel bekend. Maar we hebben natuurlijk veel meer ruimtes in, uh, in een uh, hotel. Uh, denk aan verlichting in het zwembad. Het zwembad gaat s'avonds om, om 12 uur dicht. Ja, wie doet de verlichting uit? Uh, seren, zalen. Zalen, daar kan je geen bewegingsmelders doen, want ja, als mensen dan rustig zitten te luisteren, gaat het licht in één keer uit. Dus dat moet toch... Ja, er moet nog steeds een menselijke interactie zijn. Uh, maar moet je dat decentraal doen? Moet je echt naar die zaal toe? De ontbijtzaal, eigenlijk hetzelfde: de sauna, de berging. Maar ook deuren, zijn die wel afgesloten? Dat moet gecheckt worden. Ja, je kan iemand naar de achterdeur sturen. Maar je kan ook zeggen: van hé, hey, ik doe dat centraal vanuit een centraal punt. Bij de receptie bijvoorbeeld, die daar zicht op hebben. En daar kan techniek dus bijdragen in die operationele kosten. René, heb jij nog. Voorbeelden hierop, ja. want ik heb er aardig wat opgenomen, maar misschien heb jij nog ideeën. Het is ook grappig dat je het vertelt: dat eigenlijk die rol van die lichte aansteker uitzet, die is er nog, heeft alleen zijn ladder niet meer nodig. En we zagen inderdaad dat we drie, vier jaar geleden samen zaten bij een klant, en die zat ook te kijken naar kostenbesparing. En dat het hotel overgenomen van zijn, van zijn vader. En die kwam zijn vader s'avonds boos aan, zegt, hij, ja, de vlaggen hangen allemaal nog buiten. En die eigenaar die zijn zoon had uitgerekend van ja maar weet je hoeveel tijd het kost om ochtends die vlaggen weer op te hangen en s'avonds die vlaggen weer weg te halen. Het is veel goedkoper om die vlaggen op een gegeven moment te vervangen. En ja toen was het voor hem eigenlijk ook een openbaring wat we nog met techniek kunnen doen. Want hij had ook iemand die langs het zwembad ging de infrarood uitzetten, de sauna uitzetten en ochtends alles weer aanzetten. Dus dat hadden we hadden een aantal goede voorbeelden uitgehaald. Ja, dat is, uh, inderdaad, dat is eigenlijk onze start ook geweest van onze samenwerking. Hè? Dat we met die, met die opdrachtgever aan tafel gingen zitten. En van, hé, hey, maar wat kan techniek dan uh, bijdragen? Hè? Want wat jij zegt, die vlaggen, iemand naar buiten sturen... en zorgens weer die uh, naar buiten sturen om de vlag op te hijsen. Dat deed hij eigenlijk hetzelfde met zijn, uh, met zijn verlichting. Ja, hij had geen, uh, geen nacht, uh, geen 24-uurs uh, receptie. Dus s'avonds werd alles afgesloten en liep er inderdaad iemand door het hotel heen... naar beneden in de kelder, de verlichting uitdoen, kijken of de deur op slot hoort. Toen zijn we eigenlijk op een biefiltertje gaan uitrekenen wat dat kost qua tijd. We hebben hier even bijgepakt. We hebben heel simpel gezegd van nou stel dat die persoon daar een kwartier s'avonds mee bezig is. Een kwartier bezig is om naar beneden lopen, verlichting uit te doen, controleren. Dat is niet alleen s'avonds, maar s ochtends moet dat weer gebeuren. Want s ochtends moet die verlichting weer aangaan. Dus moet er weer iemand langs lopen. Dat is 30 minuten per dag. Ja, nou, waar heb je het over? Maar als je dat door gaat rekenen, een hotel is natuurlijk 24-7, is die open. Dus je dat vermenigvuldigd met 365, we hebben het even uitgerekend voor u, dan kom je op 10.950 minuten per jaar wat iemand daarmee bezig is. Dat is ongeveer 22 werkdagen die iemand daarmee bezig is om alleen maar rondjes in het hotel te lopen uh, om de vlichting uit te doen. Natuurlijk heeft het ook een andere functie, hè, want ik sacheer nu erg, want, want doordat hij door het hotel loopt, ziet hij ook nog andere dingen. De veiligheid. De veiligheid, hè, kan je meenemen inderdaad erin. Uh, maar deze handelingen... Kan je eigenlijk automatisch doen? Uh, doordat je dit automatisch kan doen, dan kan die persoon nog steeds door dat hotel lopen voor die veiligheid. Maar hij kan veel meer oog hebben voor inderdaad die veiligheid. Of die gast die binnenkomt lopen, of die even loopt te zoeken en die gast aanspreekt. En dat hij niet gefocust is, ook oh, moet het licht nog aan doen, ik moet de deur nog controleren, ik moet dat nog doen. En ze eigenlijk zijn eigen checklistje afloopt. ander voorbeeld is wat jullie hier op plaatjes zien. Dan denken: wat is dat? Dat is een robotarm die de bagageafhandeling in een hotel doet. Hoeveel tijd is de receptie bezig? Met gasten die s'ochtends uitchecken, maar smiddags pas weggaan met vliegtuig of, of nog even de stad in willen en die zeggen: Van kan ik mijn koffer hier even in een zaaltje apart zetten? Ja, dan moet of iemand meelopen of ze moet een sleutel geven. Dat is allemaal tijd. In dit geval, in dit hotel, is het gewoon geautomatiseerd. Is het een, uh, een robotarm waar de gasten zelf hun uh, bagage in geven en die robotarm die plaatst gewoon op een logistieke manier die koffer daarin? Ja, dat geeft natuurlijk een enorme besparing in je. In je personeelskosten. Ander voorbeeld is natuurlijk de housekeeping. Als je kijkt naar housekeeping, de schoonmaker. Um, ja, op het moment dat hij de, de kamer ingaat, kan je zeggen: van op het moment dat zij de kamer in gaat en ze meldt dat, hè, via, via de telefoon of ze meldt ze gaan in de kamer, um, dan kan je zeggen: van ja, de vlichting moet gewoon vol aan. Want die schoonmaker moet gewoon licht, voldoende licht hebben. De gordijnen moeten eventueel open als die elektrisch zijn. De tv moet uit zijn, dat hoeft geen tv te kijken. Je kan zelfs nog een timer mee laten lopen. Van hey, hoe lang is zij bezig? Want op het moment dat zij klaar is met de kamer, dan meldt zij de kamer af. Gaat er meteen een melding naar de supervisor. De supervisor hoort van hey, kamer 300 is schoon, ik ga het controleren. Die komt de kamer in, die meldt zich binnen. En als die de kamer goedkeurt, meldt hij de kamer goed. En als je die koppeling dan maakt van die techniek met het PMS-systeem, met je boekingsysteem. kan ook meteen die kamer in het PMS-systeem vrijgegeven worden. Wat een voordeel geeft. Dat je je eigenlijk niet meer hoeft te bellen met de receptie van is die kamer vrij. Je komt nog geregeld tegen dat je pas kan inchecken vanaf drie uur. Ja, hoef ik jullie niet te vertellen waarom is dat gedaan. Omdat je dan zeker weet dat alle kamers schoon zijn. Maar als iemand nou een gast om, om zeven uur uitgecheckt heeft. Ja, dan zou het theoretisch ook kunnen dat die kamer om acht uur al schoongemaakt is. Hè? Die, want op het moment dat het uitgecheckt wordt, krijgt de schoonmaker de housekeeping een melder. Kamer 300 is vrij, je kan gaan schoonmaken. Ze gaat hem schoonmaken, wordt weer vrijgegeven in het PMS systeem. En om 8 uur is die kamer vrijgegeven. Als je dan ook nog eens een digitale link al met die gast heeft, want die heeft vaak via booking.com of dat soort platforms geboekt, kan je zelfs een mailtje naar die gast sturen van, uw kamer is al vrij. Dus die gast krijgt soms om 10 uur al een mailtje van, hé, hey, mijn kamer is vrij. Ja, dat geeft dus een, een he, vanuit die, je kijkt vanuit die operationele kosten, geeft ook nog eens een betere gastwaardering, want die gast die denkt dan ineens van, hé, hey, krijg om 10 uur een mailtje, we kunnen al de kamer in. Nou, dat... Vandaar dat die techniek een bijdrage kan leveren aan die goede gastwaardering. We hebben er ook een, een voorbeeld van. We hebben een, een hotel in Herenvenestad. Uh, ja, u zal het in het filmpje zien, maar ik wil een kleine voorzet geven. Uh, de gastbeleving staat hier echt enorm hoog. Uh, daar is een System bij betrokken. Die heeft echt gekeken vanuit die gastbeleving, wat kan techniek dan bijdragen? En je merkt, doordat ze die techniek in huis hebben, ze ook nog een betere. Operationele kosten hebben. Ja, ze hebben een besparing zelfs op uitval van de, van de koeling. Uh, maar ook een hogere omzet in de, in de bar omzet. Maar ja, misschien vertel ik al bijna het hele filmpje. Maar kijkt u gerust. Hotels worden slimmer, veiliger en duurzamer. Dit bereiken we vooral door data gestuurd te gaan werken. In Inside Smart Buildings nemen we een technologisch kijkje in de keuken in drie van deze slimme gebouwen in Nederland. Operationele efficiëntie en een nog betere gastervaring kan samengaan. Dat zien we ook in Boutique Hotel Restaurant en Grand Café Het Gerecht in Heerenveen. Nou, wij zijn dit bedrijf begonnen in 2008. Er zat al een horecabedrijf in. Uh, heel vroeger is het ooit het gemeentehuis geweest. In 2017 uh, is, is ons hotel open gegaan, 15 luxe suites. Daarvoor uh, hadden we eigenlijk alleen restaurant uh, beneden. Later is de bovendieping erbij gekomen met nog een restaurantgedeelte uh, en toen de derde etage verbouwd uh, tot hotel. De ambitie van het gerecht is dat wij voor de unieke gastbeleving gaan, dus eigenlijk streven op perfectie uh, op alle fronten. Wat nou, voor ons als uh... De grote ambitie was eigenlijk als, uh, als elektrotechnisch leverancier, uh, dat was de intu intuï intuïtiviteit van de kamer. Uh, een gast moet niet eerst een uitleg hebben of een boekje doorlezen om zijn kamer te bedienen. Dan moet eigenlijk een kamer binnenstappen, dan moet de temperatuur moet kloppen en dan moet ik automatisch het licht al kloppen. Uh, dat hele plaatje maakt eigenlijk die gasbeleving weer. De techniek ondersteunt hier uh, in het pand uh, het personeel op verschillende wijzen. Uh, bijvoorbeeld de scènes worden over de dag gestuurd. We hebben een, een dag, een, een diner, een borrelsfeer. Een borrelsfeer hebben we bijvoorbeeld gemaakt. Uh, waardoor het licht een, een beetje zachter wordt gedimd. Waardoor de muziekinstallatie wat meer bas erin krijgt. En het volume langzaam omhoog uh, brengt. Waardoor we hopen dat gasten blijven zitten. Uh, niet die trigger hebben om naar huis toe te gaan. En dan net het laatste drankje uh, wel te gaan bestellen. Uh, waardoor de jaromstart weer, uh, weer stijgt. De installatie zorgt voor een optimaal klimaat in het gebouw door continu bezig te zijn om temperatuur en CO2 op peil te houden in een ruimte. Iedere ruimte is voorzien van CO2-meters en regelingen. Waardoor we eigenlijk die gast continu een comfortabel leefklimaatje geven in een ruimte. Dezelfde techniek die voor deze extra gastbeleving zorgt. Zorgt ook voor zekerheid en operationeel voordeel in het hotel en restaurant van het gerecht. De automatisering die waar, we, waar wij mee draaien. Dat is, dat is het onderdeel van de, van, van, van de ketting, van de perfectie. Kijk, als onze koelcel s'nachts kapot gaat. dan krijgen we nu gewoon. Een, uh, er zit er een, een, een systeem in dat die automatisch de adelijk weer omhoog zet. als er kotsluiting is of zo. En als je dat drie keer hebt geprobeerd. Dan uh, komt er een storingsmelding Een die wordt doorgestuurd of naar de servicedienst of naar onze, uh, de, de nachtportier zeg maar, die dan, uh, en die kan dan gaan kijken wat er aan de hand is. En dan kunnen we daarop anticiperen. Wat maakt hotels smart hotels? Toverwoorden zijn data gekoppeld aan building automation. De systemen in het hotel, zoals het property management systeem, boekingssysteem en het gebouwbeheersysteem, genereren grote hoeveelheden data. Door deze systemen aan elkaar te koppelen en real-time met elkaar te laten praten en gebouw- en kamerautomatisering toe te passen, is het mogelijk om energie te besparen, operationele kosten te verlagen en een optimale gastervaring neer te zetten. Hartstikke leuk, Ron, dankjewel. Uh, is er al een vraag binnengekomen? Ja, er is inderdaad een, een vraag binnengekomen, zie ik. Van Kimberly. Ik lees het even voor. Wat is jullie definitie van duurzaamheid voor hotels en hoe maken jullie dat inzichtelijk? Nou, goede vraag, inderdaad. Uh, ja, duurzaamheid staat natuurlijk hoog uh, op het vaandel. Uh, als je kijkt naar, we gaan van het gas af, dus alles wordt al elektric. Uh, moet je ook slim omgaan met die energie? Uh, hoe we het inzichtelijk maken is eigenlijk ook wel een beetje in het filmpje naar voren gekomen. Uh, wat, wat de System integrate Heinzje zei van het leefbare klimaat in de hotelkamer. Daar koppelen we eigenlijk alle systemen al aan elkaar. Dus je hebt je boekingsysteem gekoppeld aan de verlichting, gekoppeld aan het klimaat. Dus op het moment dat de kamer niet verhuurd is, dan hoeft die kamer ook niet op temperatuur te blijven. Als de zon er dan vol op staat, dan mag best de airco uitblijven, mag de kamer misschien wel 30 graden worden. Want hij is toch niet geboekt. Maar op het moment dat je weet van hey, de kamer is morgen wel geboekt, dan moet die kamer naar een stand-by stand gestuurd worden. En vanuit het boekingssysteem momenten mensen inchecken, de gast komt binnen, checkt in, dan gaat de kamer pas naar een hoger niveau of een beter klimaat. Uh, vaak koppelen we het ook nog met raamcontacten. Uh, want je, wat je veel in het hotel ziet is natuurlijk uh, thermostaten die uh, ja, heel moeilijk te bedienen zijn. En wat doen mensen dan als ze in een kamer binnenkomen? Uh, ze hebben het warm. Ze zetten niet de verwarming of de thermostaat lager, want die snappen ze niet. Nee, ze doen het raam open. Dus wat we dan vaak doen is raamcontacten erop zetten op het moment dat men het raam openzet. Dan gaat de verwarming of de airco automatisch uit. Uh, komt later ook even in de prestatie terug: dat we ook die thermostaatbediening uh, nog steeds wel voor gasten heel uh, ja, bedienbaar maken. Dus ik hoop dat ik zo goed uh, goed antwoord geef op de vraag. Is voor jou duidelijk, misschien, René? Misschien ja, misschien een reactie. De definitie van duurzaam verschilt ook een beetje per hotel wat er mogelijk is. In het voorbeeld van Edwin, dat die zei: bepaalde zaken zijn niet mogelijk vanwege het, uh, het rijkse eigendom van het pand. En zo pak je dat natuurlijk verder. Uh, een stukje over de kosten hebben we gehad. En dan gaan we natuurlijk ook een stukje kijken naar de gastwaardering. En dat zag je ook mooi in het filmpje naar boven, hoe ze daarmee bezig waren. Bijvoorbeeld in de algemene ruimtes: uh, het restaurant, de lobby, de gangen, de bar. En gaan we kijken: van, ja, hoe kan techniek daar nou bij helpen? Wat je soms wel ziet in het restaurant: dan zie je een batterij aan, uh, aan dimmers. En dan komt de FB manager langs en die zet de dimmers omhoog. En dan komt de chef langs en die zet de dimmer omlaag. En dan komt de ober langs en die zet weer bepaalde dimmers hoger. Waardoor die licht ja, steeds wisselt in het restaurant. En misschien hebben ze ook wel allemaal gelijk. Want als er opeens een donkere wolk langs komt. was het wat donker in het restaurant. Maar dat is een stukje dat de architect heeft iets verzonnen voor een beleving. die je graag wil overgeven. En niet alleen op de opening. maar ook van, ja, voor de rest van de tijd, van de jaren dat het restaurant gerund wordt. En daar kan je met techniek heel goed kijken: van wat wil ik nou precies weergeven? Met een weerstation op het dak. Kijken we van hoeveel licht is er buiten, hoeveel licht willen we binnen hebben. Maar ook het geluid. Als het rustiger is, kan de muziek misschien wat zachter. Als het drukker is, zet je muziek wat harder. En ook de algemene ruimte, dus de gangen. Als je s'avonds uit de bar naar je kamer loopt, is het misschien niet zo fijn als je heel fel verlichte gangen hebt. Maar als er een brandmelding is, ja, dan mogen die lampen best even fel gezet worden. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken van de gastwaardering, die de gast misschien niet per definitie kan benoemen, maar wel voelt dat hij een heel fijn verblijf heeft gehad. En het geeft natuurlijk ook rust in de organisatie als je weet dat je daar niet mee bezig hoeft te houden. Dat is een voorbeeld van wat algemene ruimtes, maar we kijken natuurlijk ook van ja, hoe breng je eigenlijk die techniek, hoe leg je dat in de handen van de gast? Dan heb ik een vraag voor jullie: wat zie je als je naar dit plaatje kijkt? Voor de goede opletter zie je inderdaad dat dit niet de hand is van Mary, helaas. En je ziet iemand die met zijn telefoon de kamer opent. Nu is dat niet zo nieuw. Als je elke slotenleverancier vraagt: ik wil graag met mijn telefoon de deuren openen, dan kunnen ze allemaal, misschien al vijf of zes jaar. Maar heel vaak is dat met de app van die leverancier. En wat wij zien is dat hotelgasten helemaal geen zin hebben om een app te downloaden voor 2,3 nachten. Wat je nog meer ziet op dit plaatje is dat terwijl de gast naar binnen gaat, ziet hij dat er vanmiddag of vanavond een live cooking event is. Als hij verder naar beneden scrolt, kan hij misschien ook nog een fiets huren. Bovenaan kan hij ook aangeven of hij blij is of, of dat hij iets nodig heeft. En dat is eigenlijk een stukje wat we met Kerskompas proberen te doen. We gebruiken die techniek om in contact te komen met de gast en zo weer dat eigendom van de gastrelatie aan de hotelier te willen geven. Dus hier gaat de gast naar binnen. En als we binnenkijken van ja, wat gebeurt er dan in de kamer met je techniek? Als je binnenkomt, heb je de welkomstscène. De gordijnen gaan open, de verlichting gaat aan, de muziek gaat spelen. Allemaal om de gast heen. En wat we wel zien in dit soort high-tech kamers, waar heel veel techniek in zit, dat er dan een hele mooie tablet bij de voordeur hangt. En daarnaast hangt dan een A4 geplastificeerd briefje om aan te geven hoe het licht weer uit moet. Nou, dat willen we natuurlijk niet. En daarmee maken we het met Guest Compass heel erg gebruiksvriendelijk. Eerst in de handen van de gast. Er zijn maar zoveel dingen die je doet in een hotelkamer. Dus als je gaat lezen, klik je op lezen, gaan de gordijnen misschien dicht, afhankelijk van het buitenlicht. Het leeslampje gaat aan en de andere lichten gaan dimmen. Ga je slapen, gaat het bedlampje aan en de andere gordijnen gaan dan natuurlijk dicht. Klinkt heel logisch, dit verhaal, denk je, oh dat is makkelijk. Maar wat we zien in de praktijk, dat je toch veel partijen heb, nodig hebt om bij elkaar te zitten, om het echt ideaal te maken. Want je wil niet dat de welkomstscène drie keer op een dag gespeeld wordt. Of als iemand van de groep al op de kamer ligt, en de andere komt s'avonds laat aan, dat opeens alle toeters en bellen dan gaan runnen. Dus dat geldt heel wat, kost heel wat tijd om samen te zitten om dat goed in te richten. Maar vooral ook, dus techniek gebruikt als middel om contact te maken met de gast en niet per se als doel. En we houden natuurlijk de knoppen, uh, ook hele mooie knoppen, zoals je ziet. En diezelfde scènes die we gebruiken in de kerstkompas, die zie je ook in de tasters in de, in de kamers. Want uh, het is nog niet zo dat we woningen zien, dat we hotels zien, waar uh, de gast zonder knoppen naar binnen wil. We sturen deze presentatie ook toe en uh, we vertellen heel wat stukjes voor jullie, maar het wil niet zeggen dat alles per se relevant is voor, voor jullie hotel of jullie situatie. Zelf afhankelijk waar we het over hebben gehad, type hotel, type gast. En. Om zelf ook te kijken van ja, waar, waar wil je zelf graag naartoe? Wat is belangrijk voor jullie? staan hier eigenlijk de verschillende elementen. En het is ook niet zo dat je alle elementen in één keer hoeft te doen. Als eenmaal de basis er ligt, kan je langzaam doorschakelen. Dus zeg je van ja, voor ons is dat online inchecken heel erg belangrijk. En hou er ook rekening mee dat het openen van een deur met je telefoon is iets heel anders dan een volledig online check-in proces. Waar het gekoppeld zijn moet worden met het PMS. Maar je kan ook zeggen ja, van dat verlichtingsstuk vind ik erg interessant... en misschien de verduistering dat dat later komt. Dus dat is ook in een gesprek die we met jullie kunnen aangaan... hoe die zaken samenwerken. Dus de conclusie die we hier maken is dat je het niet één partij hebt... maar dat je verschillende partijen gaat samenkijken en dat je ziet van wat is nou eigenlijk, wie is nou eigenlijk onze gast? Welk type hotel hebben we? Wat ik al eerder zei van wie komt er door de weeks? Wie komt er in het weekend? Welke gasten heb ik in de vakantie of buiten de vakantie? En daar die combinatie te zoeken van het juiste comfort... Uh, op het kostenvoordeel waar je naar op zoek bent... of echt die gastbeleving. En dat zijn zaken die allemaal samenspelen. Heb je nog een vraag binnengekregen, Ron? Ja, er is inderdaad nog een vraag binnengekomen van, uh, van Jasper. Hoe ga je om met data in samen privacy met privacy, betrekking tot hotelkamers? Ja, dat is een goede vraag, Jasper. Dank je wel. Uh, het is een stukje die koppeling die we maken met het PMS. Dus de meeste data van de personen zit daadwerkelijk in het PMS. Maar daarnaast is het wel een stukje van uh, zodra wij kunnen theoretisch zien wie wanneer een kamer binnen is gegaan. En we kunnen dat ook terugkoppelen. Op dit moment slaan we die data op, net zoals dat gebeurt met een pasje. En is dat niet direct beschikbaar, alleen op latere aanvraag. Het voordeel is wel dat je kan zien ook of deuren open zijn of deuren gesloten, zoals bijvoorbeeld voor je zalen. Dus daar gebruiken we de data veel, meer, uh, ja, veel specifieker. Uh, we zijn er zelf ook naar aan het kijken, want we kunnen steeds verder gaan met die data om die gast heen te bouwen. Maar de vraag is ook: van ja, in hoeverre wil je bij een gast die het hotel binnenkomt lopen meteen zeggen: Oh, we hebben al uh, sushi voor u besteld, want u wilt zo graag sushi? Dat is eigenlijk niet echt onze insteek. De insteek is meer om het hotel in contact te brengen met de gast en daar de data omheen te plakken. Maar het is een goede vraag en daar zijn we ook nog steeds uh, lerende in. Oké, okay. nee, meer vragen hebben we niet. Uh, Andere vragen? vraag? Niet van. Nee. Het is een stukje waar ik het over had met al die partijen die samenkomen. En ik heb hier een voorbeeldje van een locatie uh, waar we zijn geweest. Waar we, je ziet, het is ongeveer twaalf maanden voordat het wordt opgeleverd, ietsje meer. En we zijn hier met de opdrachtgever, aannemer, uh, slotenleverancier, PMS-partij. En dan denk je van, ja, hoezo ben je in dit stadium allemaal samen? Maar dat is een stukje als je naar het slimme hotel toe gaat werken. Dat het nodig is om al die partijen samen te zetten. Om echt te kijken uh, wie doet wat, uh, wat wil je precies bereiken voor de gast. En dat is dus in verschillende situaties, uh, ja, komt daar verschillende uitkomsten uit. En dat is een stukje wat we ook, ja wat we zien, we noemen het hier het Tetris bouwen. Waar je als je gewoon bouwt, eigenlijk met Lego steentjes rustig op kan uh, bouwen... En dat het niet zo uitmaakt wat het volgende Lego-steentje is, omdat je hem er altijd op kan plakken. Maar je ziet nu, als je naar dat slimme hotel wilt gaan. en dat je gaat kijken van ja, maar wat wil ik precies bereiken? Dat je verschillende partijen samen moet neerzetten. En dat het heel belangrijk is om te weten: wat is dat volgende steentje wat er aankomt, zodat het daadwerkelijk past? En niet dat je opeens weer een muur moet openbreken, of, omdat je weer, of dat je daardoor een vertraging krijgt in het opleveren. Dus het begint allemaal, type hotel, het type gast. Het is ook het PMS is het hart van het hotel. Afhankelijk van het PMS bepaalt ook welke mogelijkheden er allemaal uh, kunnen. En wat we doen uh, met ABB, waar we u graag voor willen uitnodigen, is van ja, hoe krijg je nou inzicht wat die, steen, die tetris steentjes zijn? Hoe weet ik nou welke partijen allemaal bij elkaar moeten komen? En dat is wat we in de zogenaamde ACE-ruimte doen. Ron, kan jij er iets meer vertellen over de ACE-ruimte? Ja, de eisruimte die je weer gecreëerd om in het begin van een traject... een hotelagenaar die wil zijn hotel verbouwen, dus voor bestaande bouw kan het ook... of hij wil een nieuw hotel bouwen, dat doet hij misschien één, twee keer in zijn leven. Dus die gaat vaak, als je naar het normale proces kijkt, gaat hij naar een architect toe... die ontwerpt een mooi gebouw, er komt misschien nog een adviseur bij... en uiteindelijk komt er een aannemer bij met onderaannemers, met onderaannemers... en degene die het installeert of het maakt, heeft eigenlijk helemaal geen feeling meer... Uh, wat die eigenaar, wat die opdrachtgever wilde, want ja, die contacten die, die zijn zo ver weg. En dan willen wij in die ACE-ruimte dat samenbrengen. En ACE staat voor accelerate, dus versnellen. Co-create. Het samenwerken. En het experience. Dus, dus het beleven wat de mogelijkheden zijn. Dus een ruimte in uh, Nieuwe Gein die we hebben. En waar we samen met opdrachtgevers om tafel gaan zitten en dan gaan bepalen van wat vind je nou belangrijk in je hotel. Uh, heb, eigenlijk, je zei het net ook al, uh, wat voor soort gasten heb je in je hotel. Uh, ja, wil je echt een, een, een duurzaam hotel zijn? Hè? Het kan zijn dat je een LEED of een certificering wil hebben. Ja, dan heb je andere eisen dan dat je zegt: van "Ja, ik heb gewoon een, een snel, uh, snelwegrestaurant waar we gewoon snel slapen." En uh, hè, we kennen ze de, de verschillende ja. soorten restaurant. Dus dat, dat bepaal je dan. Uh, maar we ook voor bestaande bouw hebben we ook uh, met opdrachtgevers om tafel gezeten en hebben we gewoon naar het proces gekeken. Nou, een leuk voorbeeld te noemen: dat was een, een hotel die een vrij langwerpig hotel en uh, vier vijf sterren. En daar liep eigenlijk continu iemand te controleren of de minibar geopend was en of er wat uitgehaald was. Maar ja, hij kreeg geen melding of er wat uitgehaald was. Dus hij moest elke keer, als die gast van de kamer afging, aankloppen, is die echt van de kamer? Oké, okay, geef hem de minibar, kijk, oh, nee, er is niks uitgehaald. Ja, dat kostte, daar was hij gewoon een, eigenlijk een, een dagtaak mee bezig, was hij gewoon 24, ja, 7, 7 dagen. Een kostbare initiatief. Heel veel tijd en geld kostte dat. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld geautomatiseerd en weg naar die kosten gekeken van waar kunnen we op besparen? hebben we gezegd van, hé, hey, als we dat nou automatiseren, want wat doet een gast als hij binnenkomt, hè, als hij, ik noem maar wat, een week een kamer gehuurd heeft, hij kijkt één keer in de, in de minibar, daarna doet hij hem dicht en doet er niet meer. Ja, misschien doet hij even een koel water erin zetten, maar hij is niet meer, dat hij continu die, 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 die minibar opent. Nou, dat hebben we geautomatiseerd, dat deurcontact eigenlijk, waardoor die, die man die normaal altijd continu moest kijken of er wat gebeurt, als hij nu een melding krijgt van, hé, hey, op kamer 300 is de, de minibar open geweest, dan gaat hij pas kijken. Ja. Dus als die minibar een dag niet open is, hoeft hij ook niet naar die kamer toe te gaan. Ja, zo kunnen we dus echt naar het proces kijken van wat vind je als opdrachtgever belangrijk. En zo kunnen we inderdaad, dan kom je eigenlijk bij het co-create-gedeelte. Wat vind je belangrijk? Ik had net dat voorbeeld van die minibar, maar dat kan natuurlijk ook zijn van ik wil een, een heel duurzaam hotel hebben. Ik wil de meeste zuinige hotel hebben. Ik noem maar wat. Ik zin het even ter plekke. Maar dat zijn verschillende dingen waar we op, op kijken, of op veiligheid. En dan ga je samen co-createn. En dan zitten we dus. Niet alleen met de opdrachtgever, maar bijvoorbeeld met zijn installateur of met zijn adviseur. Van hé, waar moet je in het begin dan mee rekening houden? Hè, welke infrastructuur moet je erin leggen? Nou, we kunnen nog een stuk experience doen. Hè, dus we kunnen voorbeelden laten zien. We zagen net een, een filmpje van het gerecht. Zou we nog meer voorbeelden uit de praktijk waar we vanuit de opdrachtgever ook uh, handreiking krijgen van, die, van opdrachtgevers die, uh, die echt naar die operationele kosten keken en hoe ze dat uh, gerealiseerd hebben. En kunnen we inderdaad zo'n opdrachtgever. Ja, Inspireren, eigenlijk al vanaf het begin meenemen, wat jij ook zei met die vijf man in de bouw. Ja. Uh, van ja om een duurzaam hotel te bouwen. Of, of een duurzaam, zeg ik, maar het hotel wat hij wil, mag ik ja. het zo zeggen. Dus de vraag is uh, aan jullie, um, ja, we zijn aan het eind van de, van de webinar al gekomen. We hebben het snel gedaan, uh, René. We hebben, ik hoop dat we genoeg informatie gegeven hebben. Uh, maar de vraag is aan jullie, als jullie zeggen van hé, hey, heel interessant zo'n co-creation. Sessie. Ja, meld u aan, laat uw gegevens achter en dan nemen wij contact op met u en dan kunt u gewoon vrijblijvend een, een, een sessie bij ons volgen. En dan kunnen we kijken hoe we voor u het beste project kunnen realiseren. Nou, namens René, bedankt voor uw aandacht en misschien tot de volgende keer. Dankjewel.